Goedemorgen, het is dinsdag. En ja, het is morgen. Het is 10 uur. En ik heb afgesproken met Lara. Oh, trouwens, welkom bij je nieuwe weekvlog. Ik heb afgesproken met Lara. Dat heb ik wel eens vaker afgesproken. Is ook een Nederlandse. Die woont hier. Om even koffie te gaan drinken. En Dante loopt nu bij mij mee, want Matthias brengt ons weg. En dan moeten we dat natuurlijk meenemen. Kom maar deze kant op. Ja, we gaan even koffie drinken. En misschien heb ik het al wel eens eerder verteld, maar het is een heel leuk feitje. Lara, haar oma, die woonde op de hoek van het bos bij mijn ouders. Dus dat is echt super toevallig dan. Dat je elkaar hier in Uruguay tegenkomt. En dat het dan blijkt dat de oma van iemand dichtbij de ouders van de ander woont. Dat is gewoon, ja, super toevallig. Wat is de wereld dan ook klein. Dus dat is een leuk feitje. Ja, we gaan nu die kant op. Kijk, moet je zien. Die bomen worden steeds paarser. Super mooi. Oh, dat was ook de enige paarse boom hier in de straat. We gaan eronder parkeren bij de boom. Zo. Oh. Mooi, hè? Wat is dat? Wauw, er is een hond hier, hè? Die beschermt zijn huis. En dat hondje beschermt ook zijn huis. Weet niet hoe eng die is. Kom maar. Ik sta weer buiten en ik sta bij het plein te wachten. Achter mij. Daar hadden Lara en ik net wat gedronken. En Matthias komt mij hier zo ophalen. Ik heb even een salade voor hem meegenomen, want hij wou een salade hebben. Dus yummy. Niet dat ik wat vergeten. Maar nu wacht ik totdat Matthias komt. En ik moet plassen. En ik heb geen zin om naar binnen te gaan. Dus dat. Zo, ik ben inmiddels al eventjes thuis. Het is nu 2:40. Matthias is naar training toe. Ik denk dat ik Dante op bed ga leggen, want die is een beetje zagrijnig. Maar het was super gezellig met Lara. We hebben heerlijk gekletst. En dat is ook gewoon wel weer lekker om in je eigen taal te kletsen. Wat wil je doen? Dante, neem mij. Hij wil snoepjes, hè? Wat wil je? Sorry? Wat? Banaan. Maar een banaan heb je al gehad. En jij wil geen banaan, jij wil snoepjes. En dat eten we niet. Nee. We hebben geen bananen meer en snoepjes krijg je ook niet. Ja, maar je, kijk, je hebt al rozijntjes gegeten en je hebt 1 schuimpje gehad. Jawel. Je hebt al 1 schuimpje gehad toen we aan het wachten waren op papa buiten. Dus dat doen we niet meer. Oké, okay, eruit de voor op gehel. Maar het was heel gezellig met Lara dus. En we hebben ook gebrainstormd over bepaalde dingen hier in Uruguay. En het was heel leuk. En ja, dat. Het was gewoon heel gezellig, heel leuk. Dus nu ben ik weer thuis. En zoals ik al zei, ik denk dat ik dat even op bed ga liggen. En ik ga eventjes wat dingetjes maken. Voor de komst van mijn vriendin. Donderdag. Overmorgen al. Yes! Goedemorgen, het is woensdag 8:30, als ik het goed heb. Ja, 8:30 en wij gaan zo meteen boodschappen doen met z'n drietjes. Lekker op tijd. Matthias heeft om 12:00 kapper. Hij moet ook nog naar de fysio. En ze hebben vanmiddag wedstrijd die hij niet speelt. Want hij is geblesseerd. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Maar daar moet hij natuurlijk wel heen om te kijken. Vandaag is eigenlijk een beetje de laatste dag dat we echt helemaal alleen zijn. Morgen komt mijn vriendinnetje Karianne aan. In de avond, wel laat, 10:40. Dus dat, nou eigenlijk hebben we morgen nog een dag om van alles te regelen. Maar we gaan nu even alle boodschappen halen. Dan is het huis ook weer gevuld. En klaar voor de komst van mijn vriendinnetje Karianne. Dus ja, ik heb er zin in. Het is nog wel vroeg voor mij, maar ja. Ik lag gisteren ook wat vroeger op bed. Ik had gisteren het even gehad met de avond. Eigenlijk op het moment van koken en zo ging alles een beetje mis. Op het moment dat je echt 20 handen nodig hebt en dat niet hebt. Dus ik had er een beetje, nou, de scheid in. Ik kreeg hoofdpijn daardoor. En
was er gewoon even klaar mee. Dus ik ben op bed gegaan en ik was weg. Dat is ook wel goed. Kijk dan, wauw, moet je eens achter je kijken. Een hele grote kerstboom, hè? Wauw, de kerstafdeling is helemaal uitgebreid met heel veel alcohol. En dit zijn allemaal kerstpakketten hier die je dan kan kopen. En daar heb je allemaal panettone. Panettone is een soort brood met gedroogd fruit. Wat zeg je? We gaan nu even boodschappen doen en we moeten best wel veel, dus ik ga even opletten. We zijn inmiddels weer terug van de supermarkt en dat ging iets anders dan ik had gedacht. Ik was wat stresserig, er waren bepaalde dingen niet die ik wel op mijn lijstje had staan. Zoals, weet je, er waren geen bonen voor de chili con carne. En daar kan ik altijd heel slecht tegen. En ik heb altijd mijn lijstje van wat ik moet halen staat precies op volgorde van hoe je door de supermarkt loopt. Wat voor mij natuurlijk heel handig is. Maar Matthias ging zelf alle kanten op met karretje, met Dante. En ik raakte dan helemaal de weg kwijt. Het is natuurlijk vroeg in de ochtend, dus het was... Het ging iets minder soepel en ja, het is waarschijnlijk mijn eigen fout hoor. Ik ben natuurlijk zo de ene laatste dag voordat mijn vriendinnetje komt, ben ik ook wat stresserig en wil ik dat alles goed is. Ik wil natuurlijk dat als ze hier is dat er niks ontbreekt, maar je moet ook kunnen bedenken van ja, als je het dan niet kan, als je niet kan vinden in de supermarkt of weet je, dan ga je gewoon met haar weer heen. Zo denk ik, maar ik laat het los. Anyway, ik zal jullie wat leuks laten zien. En ik kan het jullie eigenlijk alleen laten zien. Ja, mijn batterij is bijna op. Ik kan het jullie alleen laten zien als ik mijn beeld op zwart-wit kan doen. Want Cardanne is natuurlijk zwanger. En ja, ik kan niet bij een baby shower zijn. Als dat georganiseerd wordt in Nederland. Wat ik natuurlijk ontzettend jammer vind. Maar ik heb voor haar een mini pakketje gemaakt. En daarin zit... dit kaartje. Welkom op jouw mini Uruguayaanse baby shower. Ik heb lekkere dingen. Ik heb ballonnen. Die ga ik dan morgen even opblazen. En gewoon kleinigheidje. Lekkere hapjes, snoepjes. En ja, ik hoop dat ze dat natuurlijk hartstikke leuk gaat vinden. Een hele leuke verrassing. Het is gewoon iets kleins, weet je. En ik hoop, ja, ik hoop gewoon dat ze dat leuk gaat vinden. Dat ze er verrast door zal zijn. Dus ja, we shall see. Zo, want hij heeft zijn dutje gedaan. En... Matthias is weer weg. Oh, die komt en gaat. Ik heb een taart gemaakt in de tussentijd. Een monchou taart met Oreo bodem en kersenfluitvulling bovenop. En nu gaan dat en ik. Kom maar, deze kant even buiten spelen. Het zonnetje schijnt. Het is 19 graden. Dus het is niet bloedje warm, maar... Mama. Oh ja? Ik heb je speen nog aan je shirt laten zitten, per ongeluk. Maar gewoon even lekker buiten spelen. Even genieten van de zon. Aha. Wat is dat? Wat is dat? Nanta zegt dus bij een bal dat een kun. Wat is het? Wat is dat? Wat is dat? We hebben geen idee wat het moet betekenen. Of waar het vanaf geleid is. Mama. Ja, mama is hier. Doe maar. Ik vrees wel dat het in de zon waarschijnlijk warmer is dan dat je denkt. Maar goed, maakt niet uit. Goedemorgen. Het is donderdagochtend en ik zie er misschien iets wat moe, opgezwollen, weet ik veel, een beetje gaar, brak eruit. Maar het was een kort nachtje. Ik sliep vannacht om 1:30 denk ik. En toen werd ik om 3:00 weer wakker. En toen ben ik wakker gebleven tot 6:00.
Dat komt natuurlijk omdat Karianne die ging vliegen en ik wou graag er zeker van zijn dat ze in het vliegtuig zat naar Parijs toe. En dat ze haar aansluiting in Parijs had. Dus dat ze in het vliegtuig zat naar Sao Paulo. Ze zit nu in het vliegtuig naar Sao Paulo. Dat is een 12 uur durende vlucht. Dus weet je, nu kan zij zelf even chillen en zo. Maar ja, het was gewoon even een korte nacht. Maar we zijn wakker. En de dag hier kan beginnen. Ik moet nog wat dingetjes opruimen hier in huis. Ik wil het graag nog ietsje netter hebben. Tante die gaat vanmiddag om 15:45 of 15:45 heeft hij kapper. Dan gaat hij met Matthias heen. En dan kan ik hier mooi de boel stofzuigen en dweilen. Oh, en ik denk trouwens dat ik als kanaal eens halve week vlogs ga doen. Dan ga ik 2 keer in de week uploaden. Zo hoef ik minder lang achter de computer te zitten om te editen. En ik denk dat wij vast wel veel leuke dingen gaan doen. En ik vind dat zonde om dat te moeten knippen. Heel veel zodat de vlog niet te lang wordt. Dus ik denk dat de halve week vlogs mij wel een goed idee lijken deze periode. Maar ik ga het even kijken. Ik kan ook zeggen dat het dagvlogs worden. Ik weet het niet. Jullie gaan het wel zien. Maar ik denk wel dat ik na zeg maar vandaag. Dan heb ik dinsdag, woensdag en vandaag gevlogd. Dat ik dat zeg maar zo laat. En dan ga ik vrijdag, zaterdag en zondag vloggen. Zoiets. Ik heb, nou. Oké, jullie zien het wel van mij. Ik ga eventjes koffie drinken. Even wakker worden en ballen weg. Dit. Zo'n dikke opgezwollen kop. Wakker worden. En natuurlijk volgen wij de vlucht ook op flightaware.com. Nou, ze is daar. Dat is al een mooi eindje. Even kijken. Oh, kijk, hier zie je het al. Dat ze al mooi over de helft is. Zo, ik ben heerlijk gedoucht. Ik voel me ook gelijk een stuk fitter zo. Iets minder moe. Maar nu komen Matthias en Dante terug van de kapper. En ik ben echt super benieuwd hoe Dante zijn haar is. Echt super benieuwd. Er wonen sinds kort mensen tegenover ons. Dat is wel grappig. Leuk. Ja, ik ben heel benieuwd. In ieder geval, ik voel me weer lekker fris. Zoals ik al zei, ik moet mijn haar nog wel even drogen. Oh, het is warm joh, het is 27 graden. Het droogt wel vanzelf, ik heb geen veen nodig. Nu hoor ik de trap. Ik hoor de trap. Hallo? Ik moet het door de camera kijken. Ik heb geen bril. Wauw! Jee! Oh my god. Heb je hem al? Oh my god. Oh. Wauw! Dante! Wat zie je er cool uit? Oh my god. That's like, you are the same. Oh, let me make a photo of you too. You're like equal. Het is inmiddels bijna 8 uur en ik weet eigenlijk niet meer of ik vandaag wel heb gevlogd. Volgens mij niet. Ik heb wel vanochtend gevlogd, maar nee, verder eigenlijk niks. Ik was gewoon lekker bezig hier in huis. Maar goed, het is dus bijna 8 uur en dat wil zeggen dat nog 2 uur en 40 minuten en dan komt Karianne hier aan. Matthias cursus, die heeft zo meteen een examen en dan is hij klaar. Dan komt hij deze kant op, haalt hij ons op en dan gaan we richting het vliegveld. Dat is super spannend, ik heb er heel veel zin in. Ik moet nog even wat spulletjes pakken en ja, ik heb wel altijd lekker voor de tv gezet, want hij blijft op natuurlijk. Hij heeft vanmiddag wat langer geslapen. Hij sliep van 4 tot 6 ongeveer zijn siesta, dus weet je, dat is prima. Kan hij wel volhouden. Het is een Zuid-Amerikaans kind, die kan heel goed opblijven. Dus ja, dat. Ik ga ook even de papieren spandoek van boven halen. Nou, welkom Tante Janne en baby staat er. Dat hebben wij geschreven. Wij, ik. Toen ben ik ook zo zelfs met allemaal stipjes aan de slag gegaan. Zodat het mooi ombre zou worden. En hier had ik niet zoveel zin meer in. En hier weer wel. Dus met dit grote papieren spandoek gaan wij Karianne opwachten. Wij zitten in de auto. We zitten er allemaal. Hé Dante, wie gaan we ophalen? Zeg maar Tante. Quink, quank. You're like krik 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 krik. Kijk, het is super rustig.
in het, op het vliegveld. Dan zegt hij alleen maar wow, wow. I'm not working on balloons. No? Ah, let me see what kind of balloon. Oh, this one, schat. This one we need. Ik wil even een ballon voor Karianne. Maar die ballon is voor Karianne, hè? Tante, deze kant. We hebben even een Happy Meal. Dit is de eerste keer dat we een Happy Meal hebben besteld. Eigenlijk eet Tante naar McDonald's. En de jaren 90 komen ons halen. Want ik heb een Furby erbij gekregen. Hallo Furby. Stel scherp op de Furby. Furby. Nee, maar we hebben eventjes patatjes voor Tante. Moet kunnen. En oh. The bird has landed. Ze is geland. Dus ze is in Uruguay. Welkom, Kar. We wachten nu even tot ze de bagage heeft. Maakt niet uit. Nee, shut up. Dat maakt niet uit. Hallo.